MVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Veerzien MVV, RTV Maastricht en Keno Media. Ja, hij zit inmiddels al een paar weken op zijn post, de nieuwe algemeen directeur van MVV, Erik Noor. In een persoonlijk interview leert ook MVV TV hem beter kennen vandaag. Erik Noor, nieuwe algemeen directeur van MVV, nu een maandje op je post. Ja. Hoe is die maand tot nu toe bevallen? Ja, heel erg leuk moet ik zeggen. In eerste instantie natuurlijk heel veel mensen ontmoet. Mm. Eigen personeel natuurlijk, veel gesprekken mee gehad. Ik moet zeggen dat de kwaliteit van het personeel en de inzet en de motivatie is erg goed. Mm. Dus dat is met een team waar we iets mee kunnen in de toekomst. Hier en daar moeten we natuurlijk wel ondersteuning krijgen. Het is een complexe en arbeidsintensieve onderneming. Dus op bepaalde afdelingen gaan we inderdaad ondersteuning bieden voor de toekomst. Maar ja, lang verhaal kort te maken, ja, ik zie het zitten voor de toekomst. Ja. En de club MVV aan zich, wat is daar je indruk van? De club aan zich, nou ja, ik krijg toch wel de bevestiging zoals ik hier ben begonnen, dat het ook zo is. Hè. Het is een echte volksclub, hele lange traditie. Trouwe supporters natuurlijk, ook heel erg belangrijk. En wat ik dacht ook voordat ik hier kwam, ik vond het een erg naar binnen gerichte onderneming, iets geslotener. Ja. En ik vind wel dat naar buiten gericht, meer naar buiten gericht kan worden, dus meer commercieel ook. Mm-hmm. Dus eigenlijk de dingen die ik vooraf zag, is ook wel die ik nu ook zie en een bevestiging van krijg. Mm-hmm. Ja. Ben jij nu algemeen directeur van MVV. Woon je nu ook in de stad? Of nee, ik woon nog steeds in Arnhem. Ik heb eigenlijk mijn hele leven wel vanaf mijn 18e jaar in Den Bosch gewoond, in Brabant. Maar sinds afgelopen december ben ik verhuisd naar Arnhem. Mm. Maar ik blijf hier 4 dagen in de week in Wiek. Heb ik een hotel. Okay. En daar overnacht ik 3-4 nachten. Dus ik blijf hier echt 4 dagen altijd achter elkaar. Mm-hmm. Dus dat ik ook veel tijd kan investeren in de club. En Weten waar je privé woont, als het ware. Ja. Hoe ziet het privéleven van Erik Noor eruit? Ben je getrouwd? Heb je een vriendin? Ja, ik ben getrouwd. Ik heb 2 kinderen uit een eerder huwelijk. Een dochter van 18, een zoon van 20. Mm-hmm. Alle 2 wonen ze al buitenshuis. Mm-hmm. En met mijn huidige vrouw ben ik 14 jaar samen. En zij heeft merendeel van haar tijd in de horeca gezeten. Mm-hmm. En ik dus in de kleding textiel gezeten. Mm-hmm. Ja. Ja. En de hobby's wil je misschien nog weten. Ja. Ja. De hobby's zijn sporten, reizen, mm-hmm. Bourgondisch leven. Mm-hmm. Vandaar dat ik dat ook past. Natuurlijk heel goed in Maastricht denk ik wel pas. Ja. Dus dat is het. En dat Bourgondisch leven heb je al een beetje zitten te proeven in het centrum van de stad? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik heel weinig tijd heb gehad. Mm. Als ik hier ben, dan heb ik echt tot 11 uur 's avonds dat ik pas terugkom in de hotelkamer. Zo, okay. Dus toch wel gemiddeld 1-2 afspraken op een avond ook. Mm. Dat wil ik ook. Gewoon dat je heel snel een inzicht krijgt over de onderneming. Mm. En het Bourgondische leven heb ik nog niet gehad, nee. Nee. Zijn dat, is dat echt puur in het begin, dat je die dagen tot 11 uur bent aan het maken? Of, Ja, ik denk wel dat het nodig is. Wat ik, het is natuurlijk nogmaals een complexe onderneming, hè? Een betaald voetbalorganisatie. Heel erg arbeidsintensief, maar ik ga wel proberen om wat lijnen te versimpelen, zodat we ook meer met commerciële zaken bezig kunnen zijn. Mm. Ja, dus maar uiteindelijk kun je altijd werken natuurlijk, want je wil nieuwe sponsoren, nieuwe projecten. Ja, er is zoveel te doen nog, de nieuwe business. Dus ik denk toch wel dat het de tijd die ik ga investeren, dat het ook wel in de avonduurtjes blijft. Precies. En je vrouw, hoe is die eronder dat je nu 4 dagen in de week... Ja, die is wel wat gewend. Ja. Want, ik heb natuurlijk veel ondernemingen ook in het buitenland gehad. Ja. En dan was ik ook voor mijn werk toch wel een week weg of 2 weken weg. Dus zij is het wel gewend. Maar het is altijd geven en nemen, hè, in het leven. Mm-hmm. Dus... Maar goed, als ze vindt dat ik het goed naar mijn zin heb, dan dat scheelt al heel veel. Ja,
Ja. Je zei dat sporten een van je hobby's was. Wat voor sporten moeten we dan aan denken? Ja, ik doe zelf dan fitness en lopen. Maar goed, sinds de coronatijd is er ook niet zoveel meer van gekomen. Maar de bedoeling is dat ik hier ook in Maastricht dat weer ga oppakken. Mm-hmm. Dat ik me aanmeld bij een sportschool. En dat ik weer een paar dagen ook in de morgen even ga sporten voordat ik hier aan mijn werk begin. Mm-hmm. Ja. En een potje voetbal, heb je dat ook wel in de stad nog gedaan? Ja, ik heb een beetje last van mijn knieën. Dus ik moet daar heel erg vooruit kijken. Maar vroeger heb ik wel gevoetbald. Ja, op, niet op erg hoog niveau, want dat was voor mijn tafeltenniscarrière nog. Mm-hmm. Dus ik was 8 jaar of zo, van mijn 8e tot de 11e heb ik wel wat gevoetbald, maar niet op hoog niveau of zo. Nee. Je begint er zelf al over, tafeltennissen. Ja. Kunnen wij hier op kantoor op korte termijn een tafeltennis tafel verwachten? Ja. Ik heb met de rondleiding door het stadion heb ik al een tafeltennistafel zien staan. Ah, kijk. Aan de andere kant. Ja. Dus, goed, Bettine Frieskoop had ook aangeboden van om eens een keer hier te komen tafeltennissen, de jongens een lesje te leren. Dus daar sluit ik me graag bij aan. Ja. Dus ik hoop dat er nog een keer van komt, zou ik heel leuk vinden. Ja. Okay. Ja. Wat neem je nou mee vanuit die tafeltenniscarrière, wat dus ook topsport is in die discipline? Ja. Wat neem je nou van mee naar de profvoetbalwereld? Ja, wat ik denk, net wat je zegt, hè, een top, of je nou top tafeltennisser bent of een top honkballer of een top voetballer. Wat je hebt natuurlijk is een bepaald doorzettingsvermogen, bepaalde discipline en mensenkennis. Want dat doe je ook door je sport natuurlijk af, door het vele reizen en veel contact met mensen. Dus ik denk dat ik dat sowieso meeneem. En eigenlijk in mijn hele carrière is het al zo geweest dat je altijd tegen de grote moest boksen. Ja. He, in mijn wereld, in de textielwereld, heb je hele grote spelers. He. Zoals Nike, Adidas, Puma. En daar moest ik altijd als kleine zelfstandige tegen knokken. Dus ja, dan moet je toch een vechtersmentaliteit hebben. Ja. Is dat een situatie vergelijkbaar als nu bij MVV? MVV niet de grootste club van de eerste divisie die toch tegen de grote om moet boksen? Ja, het is een beetje wat je zegt. Dus je moet eigenlijk met relatief weinig middelen, moet je proberen veel te doen. Ja. En dat geeft elke keer weer een uitdaging. Mm-hmm. En daarom ook voor MVV, omdat ik dacht van oké, die... 118 jaar bestaansrecht is niet niks. Mm-hmm. Er is toch een bepaalde basis die altijd toch goed is geweest. Ja. Alleen we zitten namelijk in de benchmark. En nou is de uitdaging voor mij en natuurlijk voor heel MVV om daar zacht uit te komen. Mm-hmm. Stapje bij stapje. Ja. En dat inderdaad met weinig middelen toch veel doen. Ja. Ja. En dat geeft mij de uitdaging om juist bij MVV erin te stappen. Mm. Ja. Tot slot, wanneer is jouw missie bij MVV geslaagd? Ja, dat is een hele lastige. Maar ik denk zeker, wanneer is het geslaagd dat we een structurelere succesclub worden. En daar bedoel ik mee te zeggen dat we, ondanks dat ik ver met de verkooporganisatie MVV, moeten we zoveel mogelijk wegblijven met de prestaties. Dus dat de MVV business afdeling commercie, dat die op zichzelf kan draaien. Onafhankelijk van de prestaties op het veld. Dus dat de sponsoren bij tegenvallende resultaten toch blijven. Omdat wij toch de business moeten doen ook. Maar natuurlijk, het gaat toch om het potje voetbal. En dat je pieken hebt, dat je hele mooie pieken kunt maken. En toch met een bepaalde basis. Dat zou ik wel heel mooi vinden. Ja. Dat je een wedstrijd tegen NAC of tegen de Graafschap, dat je die een keer in piekt en dat je voor de rest vrij stabiel blijft. Ja. En dan, het einddoel is natuurlijk ooit misschien kampioen worden, maar daar wil ik nog helemaal geen uitspraak over doen. Dat is echt gewoon veel te vroeg. Ja. 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 Maar de eerste stap hebben we gezegd, we hebben een goede trainer en met een goede cv. Mm-hmm. En dat is ook denk ik een hele mooie zet voor MVV. Ja. Ja. En welke rol speel jij daarin, in dat proces die trainer binnen te halen? Nou, eigenlijk niet. Maar het is wel zo dat technisch beleid is uiteraard Ron. Maar ik heb wel gezegd van, nou goed, als je me hulp nodig hebt van de persoonlijkheid, de mens achter de trainer, dan wil ik toch wel graag ook gesprekken mee hebben. En daar heb ik ook gehad. Mm-hmm. Dus dat vond ik. Dus ik vond sowieso dit een hele goede keus. Ja. Als mens zijnde en als trainer. Ja. Hartstikke mooi, Erik. Ja? Dankjewel. Geef veel succes wensen verder in je carrière. Nou, dankjewel. Ja, hartstikke leuk om Erik te leren kennen. Een gemotiveerde en gepassioneerde man op de post van algemeen directeur bij de MVV.
We wensen hem veel succes en we bedanken u voor het kijken naar deze aflevering MVV TV. We zien elkaar snel weer. Doei! MVV TV werd mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Veerzien MVV, RTV Maastricht en Keno Media.